Welkom Klaas. Dankjewel Loek, leuk dat ik uitgenodigd ben. Ja, eindelijk hebben we de afspraak staan. We hebben even heen en weer appen en het afzeggen. Maar allebei toch of niet? Was niet één... We gingen heen en weer en dan had jij ergens een gaatje, kon ik niet. En toen zag ik een mogelijkheid. Zitten hier. We zitten hier, ja. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja, je woonde hier achter, vertelde je al vroeger en hier in de buurt. Dat was een bekend terrein voor jou. Ja, ik kwam hier door deze straat altijd op weg naar de Albert Heijn in de Jodenbreestraat. Ja. Ja, hier om de hoek ging je naar de... Ja. En ik woonde inderdaad vlakbij, wat ik al zei. Het was niet de gelukkigste tijd uit mijn leven, maar wel een leuke buurt. Ja, ja, het is super. Dus nog 3 maandjes en dan gaan wij hier helaas ook weg. Ja. Dus dat, Terwijl voor de podcastluisteraar denk ik ook wel, die zijn natuurlijk helemaal dit beeld gewoon, denk je wel. Dus ik dacht, mijn vriendin, het schilderij moet ook wel mee, want dat is... Precies, je moet wel die continuïteit bewaren. Ja, precies. Ja. Leuk dat je er bent. Mooi. Hey Klaas, de podcast Levenskracht. Ik wil eigenlijk gelijk een soort van de diepte induiken. Ik stel eigenlijk de vraag aan mensen van, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Maar ik wil eigenlijk aan jou de vraag stellen, wat is een fase in je leven geweest waarin jij minder levenskracht ervaarde? Dat was het dieptepunt, denk ik, zo tussen 2007 en 2011. Daar was ik qua levenskracht wel op mijn slechtst. Ja, sterk, dan had ik het tegenovergestelde van levenskracht. Dus dat is die fase ongeveer. Ja. Wat zou je ons eens kunnen meenemen in die tijd? Ja, zeker. Ik werkte toen... eigenlijk zag het van de buitenkant best oké uit. Ik ging eind 2007, toen ik hier nog woonde, werkte ik eerst nog bij een klein persbureau wat hier in de buurt zit als redacteur. Dus in het nieuws. En ik ging... Eind 2007 stapte ik over naar Metro, het gratis dagblad, om daar als verslaggever aan de slag te gaan. En ik ging daar beter verdienen, kreeg gewoon een fatsoenlijk contract, want het was daar niet echt netjes geregeld. Ik had op dat moment, meestal wel een vriendin en vrienden genoeg, een druk sociaal leven. Maar ondertussen sluimerde er van alles onder de oppervlakte, weet je wel. Mijn administratie was een gigantische puinhoop. Ik betaalde mijn huur en mijn gas, water en licht, zeg maar. Maar voor de rest maakte ik geen enveloppen open. Dus dat was gewoon een soort geheim wat broeide. En ik dronk in die tijd gewoon ontzettend veel. En in die tijd kwam ook het drugsgebruik wat meer erbij. Dat ging van blowen naar meer harddrugs, dus speed en cocaïne. En dus dat gisten aan de oppervlakte. En dat ging in een beetje met pieken en dalen. Dus er ging wel eens, was er een fase dat het ietsje beter ging. Maar de algehele lijn was naar beneden, zeg maar. En dat was die tijd, dus heel erg een periode waarin ik eigenlijk 2 levens leidde. Dus eentje voor de buitenwacht, waarin het nog best oké leek. Zelfs voor de vriendin die ik op een gegeven moment voor langere tijd had. En waar ik ook mee ben gaan samenwonen in die periode. Die zag ook niet alles. Had wel door dat ik soms nachten niet thuis kwam. Ergens bleef zitten om door te halen. Dus weet je, daar kregen we wel ruzie over natuurlijk. Maar dat sudderde een beetje door. Dus doodongelukkig. En eigenlijk het moment, de tijd dat ik aan het werk was. Dus laten we zeggen, 9:00 en 6:00, 7:00. Dat ging allemaal wel. En daarbuiten wist ik eigenlijk gewoon niet goed wat ik met mezelf aan moest. En was ik veel aan het drinken en drugs gebruiken. En... door zo te leven en zo ongelukkig te zijn, had ik daarom zeg ik het tegenovergestelde van levenskracht, kwamen ook gewoon steeds vaker de gedachten van, ik heb hier geen zin meer in. En
Wat zou het niet fijner zijn om er niet meer te zijn? En op een gegeven moment werd dat echt een gedachtepatroon. Op een best zieke manier ook wel. Zoals ik me ergens zorgen over maakte. Dat ik gewoon het zinnetje had van, nou, dan maak ik er een eind aan. Weet je wel? En dat was hoe ik leefde op dat moment. Dus wel werk en een sociaal leven. Maar ondertussen was het, zeg maar, achter die façade was het één grote puinbak. Ja. Want als we dat, je noemde die tijd, als we dat even teruggaan naar die tijd daarvoor. Je vertelde al dat je hebt gestudeerd in Groningen. Ja. Dat het wel een mooie genoot van de studentenstad. Ja. Is het een moment dat je ergens dat is ontstaan? Of is het, want je vertelde ook dat je in Aalten bent geweest. Ja, dat je gewoon met de basketballen en dat soort dingen. Hoe oud was je toen toen je basketbal zat? Zo tussen mijn 13e en mijn 19e. Okay. Ja, dan zeg ik de middelbare schooltijd. Ja. Ik denk dat wegvluchten in consumptie eigenlijk, dat heeft er altijd wel in gezeten. Weet je wel, als klein jongetje, ik was best verlegen. En ik was eigenlijk het meest op mijn gemak als ik alleen op mijn kamer was. Een boek aan het lezen of zo. En op een gegeven moment ook, toen ik zakgeld kreeg, altijd met een zak snoep erbij. Die dan ook in één keer opging. Ja. Dus als ik nu terugkijk, dan zit er al wel iets van verslavingsgevoeligheid in. En hoe was het verschil dat tussen jou en Arie? Want je vertelde dat jullie in hetzelfde jaar geboren zijn. Dat jullie... Ik vind het trouwens sowieso heel grappig. Ik was laatst die podcast voor jullie aan het luisteren. Ja. Dat jullie ook al begonnen over dat stemgebruik. Ja, dat lijkt behoorlijk op elkaar. Ja. Gelukkig heb jij het beeld. Maar dit is Klaas, mensen. Dit is niet Arie. Nee, ik was toevallig... Ik vertelde ook aan iemand dat ik podcast met jou ging opnemen. Ja. En toen vroeg diegene ook gewoon, lijken ze dan op elkaar? Ik zeg, dat valt wel mee volgens mij. Mijn stemmen zijn wel... Toen liet ik een stukje van die podcast horen. En hij vond het ook heel lastig om jullie uit elkaar te halen. Nee, dat lijkt behoorlijk op elkaar. Ja. Maar hoe was dat toen? Leken jullie toen op elkaar? Of? Nou, Arie was veel meer outgoing. Ja, die was veel meer naar buiten gericht. En we gingen best wel veel met elkaar om, hoor. Het was ook niet zo dat ik alleen maar op mijn kamer zat, zeg maar. Dus ik had ook gewoon wel vriendjes en ik ging voetballen. Alleen ik was me altijd heel erg bewust, of tenminste ik dacht dat mensen altijd wel op me letten, weet je wel. Dus altijd was ik bij mijn voetbalteam, dan wilde ik stoer zijn of grappig. En in de klas wilde ik naar de leerlingen toe eigenlijk ook wel een beetje de joker zijn. Wat je als kind wil, cool zijn. Maar eigenlijk ook wel in de smaak vallen bij de leerlingen, dus altijd... Speelde dat in mijn hoofd mee. En daar had Arie, die had dat niet. Weet je wel, dat was niet zo'n piekeraar als ik. Die vloog er wat meer met een gestrekt been in, zeg maar. We zijn wat dat betreft wel heel anders van aard. Die fietste iets makkelijker door het leven. Dus die heeft zich wel anders ontwikkeld ook als kind. Ja. En bij mij was, zeg maar, als je nou nog zo'n punt zou moeten aanwijzen, dan is het eigenlijk toen ik 13 was, dat ik voor het eerst dronk op een feestje. Dat ik ontdekte van, ik vind alles prima en ik voelde me helemaal op mijn gemak. In ieder geval een tijdje voordat ik kotsmisselijk werd en oud ging. De eerste keer? Dat was meteen mis. Ja, dat was ook... Dat ging meteen verkeerd. Dus dat is ook wel zo'n momentje. En ik woonde gewoon bij mijn ouders thuis. Dus tijdens die middelbare school ging dat wel regelmatig mis ook met drinken. Ook wel dat mijn ouders zich daar wel eens zorgen over maakten. Doe je een beetje rustig aan. Dus daar lag wel een kiem. Maar ik kan me ook misschien wel voorstellen, ik kom zelf ook uit de Achterhoek. Nou, als ik kijk hoe dat tegenwoordig gaat ten opzichte van toen. Nou, ik stond ook toen ik 13 was, denk ik, met een halve liter Grols in mijn hand. Dat soort dingen. Het is ook wel een beetje de cult of zo. Ja, die,
die hokken, weet je wel. En dan ga je naar die schuurfeesten en dat soort dingen. Dat ik, ja, ik heb ook wel eens dat ik misschien 14, 15 was. Dat ik echt... Dat ik zie mijn moeder nog steeds midden op straat staan om 2 uur 's nachts. Dat ik naar een of ander paasvuurfeest was of zo. En dus het hoort er ook wel een beetje bij, toch? Ja, maar was het bij jou misschien dat je zegt van ja, het is meer de overtreffende trap? Ja, dat het hoort... Tenminste, ik vind dat hoort er ook zeker bij. En, maar bij mij was het gewoon wel regelmatig dat ik... eigenlijk als ik de kans had, ging ik altijd te ver. Dus het was nooit gemiddeld. En ik had ook al vrij snel, weet je wel, toen ik een jaar of 16 was, dan ging je altijd op vrijdagmiddag naar zo'n kroeg waar dan de hele school was, weet je wel. En dat ik dan, voordat ik daarheen ging, thuis nog even in mijn eentje een paar biertjes naar binnen tikte. Dat soort dingen, dat vond ik toen trouwens helemaal niet gek of zo. Ik dacht van ja, scheelt me gewoon weer een paar centen. Zit ik er al een beetje lekker in. Zet je al een beetje lekker in de olie. Precies, en dan met gesmeerde banden erheen. Ja, juist. dus dat... Ja, aan dat soort dingen kan ik dan terugkijkend wel een beetje zien. Van, ja, dat is niet helemaal gezond. En roken. Ook vanaf mijn 13e heb ik eigenlijk gerookt tot... uiteindelijk tot bijna 37. Tot ik 37 was. En dus dat, weet je wel, het ging wel vaak te ver, maar ja, wat je zegt, het hoort ook een beetje, zo zagen mijn ouders het ook, dat hoort ook een beetje bij het pubergedrag. En er waren meer jongens in mijn omgeving die gewoon zopen in het weekend. Maar dat liep wel echt uit de klauwen toen ik ging studeren. Ja, toen was het gewoon iedere dag. Kan je misschien stellen dat het altijd al wel een soort in heeft gezeten, die overtreffende trap, wat je ook zei met zakgeld en dat soort dingen? Ja, ja, absoluut. Ik weet je wel, mijn visie op verslaving is inmiddels, het is een combinatie van factoren, maar één daarvan is echt wel een beetje een genetische component, genetische aanleg. En kijk, en dan wil het niet zeggen dat iedereen die zo'n aanleg heeft ook daadwerkelijk door het ijs zakt. Maar dat in combinatie met die onzekerheid die ik had, weet je wel, een beetje angstig zijn. Dat maakt wel dat je heel vatbaar bent om te vluchten in die roes. Ja. Ja. En toen, dus in studententijd, toen ging je eigenlijk weer een stapje verder van in het weekend naar de kroeg. In de studententijd was het elke dag, elke dag drinken. Elke dag raak gewoon. En ook gewoon... En veel. Ik zat bij een studentenvereniging waar zuipen sowieso de norm was. En zeker in het eerste en tweede jaar was dat gewoon iedereen die ik kende die deed dat. Maar ja, bij mij ging dat door. Ja. En waar de meesten op een gegeven moment wel wat serieuzer gingen studeren, daar deed ik dat niet. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien ook wel een soort van bijna fijne omgeving is om in te zijn als je veel wilt drinken. Omdat het een soort van iedereen doet het. Ja. Iedereen is er mee bezig. Ik heb nooit op studentenvereniging gezeten. Mijn vriendin wel. Ik ben ook wel eens meegaan naar die feesten. Iedereen is aan het zuipen. Iedereen is op de... Dus ja. Weet je wat ik probeer te zeggen? Is dat het ook wel een soort van omgeving is waar het wel... Waar je een soort van als een... Je in kan schuilen van... Niemand heeft het echt door. Nee, dat kan heel lang op die manier doorgaan, weet je wel. Ook naar je omgeving toe. Het was pas echt laat in mijn studententijd. En die heeft heel lang geduurd. Hoe lang heeft die geduurd? Ik heb in totaal 9 jaar heb ik in Groningen gezeten. Je vond het echt heel interessant. Nee, ik wilde niet stoppen met studeren. Ik wilde gewoon weer doorgaan. Een laagte record aantal collegeuren gevolgd. Ja. Maar pas aan het eind, weet je wel, dat er wel eens vrienden zeiden die inmiddels de stad uit waren van, moet je niet eens even schouders eronder en even serieus worden. En ik heb uiteindelijk mijn rechtenstudie heb ik echt pas af kunnen maken toen ik besloot van, ik moet hier weg. Ik ga even bij mijn ouders zitten om die laatste vakken weg te poetsen en die scriptie te schrijven. Dat was echt nodig om het voor elkaar te krijgen. Ja. En... dan ging ik nog 1 keer in de week naar Groningen en zat ik 1 paar uur 's ochtends in de biep. En dan eigenlijk zo snel mogelijk een jointje draaien en bier drinken.
Dus dat, ja, dat was gewoon, er was geen houden aan. Ja. En dat, ja, wat ik zei, dat is gewoon, op die manier is dat uiteindelijk ook van kwaad tot erger gegaan. Want als we hem dan even doorspoelen naar dat moment in 2007, zei je, dat je, het moment dat je, wat ik vroeg, dat je echt even laag in levenskracht zat. En... Ja, het is een allerlaagst, denk ik toch wel. Dat is vlak voordat ik naar de kliniek ben gegaan. Ja, want en, dat moment vlak voordat je naar de kliniek ging. Kun je daar iets over vertellen wat uiteindelijk hetgene was dat je denkt, ja, tot hier en niet verder? Of dat mensen in je omgeving zeiden, tot hier en niet verder? Ja, dat was nou, die façade waar ik het al even over had. Die begon toen in elkaar te donderen. En ik had toen in de zomer van 2010 met mijn toenmalige vriendin een huis gekocht in Bos en Lommer. Mooi, best wel groot appartement. En echt, ja, met het idee dat zij natuurlijk ook van hier gaan we aan onze toekomst bouwen. En ik had altijd het idee van nou, als allemaal de omstandigheden een beetje rustig zijn, dan word ik ook wel rustig, weet je wel. Dan hou ik wel op met weekenden wegblijven en et cetera. Maar dat gebeurde helemaal niet. Het werd alleen maar meer. En tegen die tijd ging ik meer en meer coke gebruiken. En het kost natuurlijk hartstikke veel geld. Dus weet je wel, pinnen met mijn creditcard om overal de gaten te dichten. De schulden begonnen weer op te lopen. En op een gegeven moment was mijn vriendin, die trok het gewoon niet meer. En die raakte echt gewoon opgebrand. En dus die kwam op een gegeven moment, ja, die kwam thuis te zitten, echt met een burn-out. En ja, bij mij werd het alleen maar erger. En toen... Op een gegeven moment werd ik opgepakt met drank op achter het stuur van een redactieauto. Dus van mijn werk. Dus, en er was dus geen mogelijkheid om daar onderuit te komen, zeg maar. Dus ik zat echt op het bureau en dacht ook van ja, dit kost me ook wel mijn baan. En dat gebeurde. En toen natuurlijk beloofd van weet je, ik ga mezelf verbeteren. Ik stop even met drinken. Nou, nog geen twee weken daarna zat ik weer ergens een nacht door te snuiven. Toen maakte mijn vriendin het uit. Kort daarop was ik weer zo lang doorgeknald dat ik ook niet op mijn werk verscheen. En toen, toen zou ik eigenlijk, dacht ik van nou, nu ben ik zeker mijn baan kwijt. En toen had ik een gesprek met mijn chef, de hoofdredacteur en de personeelsman. We zaten er eigenlijk om mij om de baan op te zeggen. En dat was eigenlijk het moment toen vroeg die chef op een gegeven moment toch van... Wat denk jij dat het probleem is met jou? Van stel nou dat we nog verder zouden gaan, dan moet er iets veranderen. En wat denk jij dat het probleem is? Ja, en toen was voor mij was eigenlijk een mogelijkheid om te zeggen van... Hey, ja, ik denk dat ik een drankprobleem heb. Heel voorzichtig uitgedrukt. En eigenlijk is vanaf dat moment is het gewoon allemaal gaan veranderen. En ik was ook helemaal klaar toen, weet je wel. Het was voor mij zo duidelijk dat ik het gewoon niet kon in mijn eentje. En niet zo op die manier door kon gaan. En dat er echt serieus iets moest veranderen. Dat ik daar op dat moment ook klaar voor was. En ik vertel het nu in vrij korte pennenstreken natuurlijk. Maar ja, weet je wel, ik dacht dag in dag uit aan manieren om dood te gaan. Weet je wel, als ik in de auto voor mijn werk ergens heen was geweest en ik reed terug. Dan zat ik echt naar die punten op de snelweg te kijken. Van als ik nou heel hard aan mijn stuur trek, wat zou er dan gebeuren? Weet je wel, dat... En dat, zo heb ik jarenlang gedacht. Dus als het dan allemaal, ook de omstandigheden die nog goed lijken te gaan, als dat ook in elkaar flikkert, ja, dan is het ook wel echt op. En daar was ik op dat moment. En achteraf gezien was dat precies ook wat er moest gebeuren. Weet je wel? Het is natuurlijk op zich wel een bekend gegeven dat
mensen echt voor verandering openstaan als het schuurt en pijn doet. Nou, daar was ik wel beland. Ja. Ja. Wel bijzonder wat die chef dan zei. Dat hij nog steeds niet dat hij zei van joh, Klaas, hier is de deur en succes ermee. Maar dat hij echt een soort van reikende hand gaf. Ja. Ja, want weet je wel, dat akkefietje met die auto en dat dronken rijden, dat was geloof ik al de vierde officiële waarschuwing. En bij drie mogen ze gewoon op straat zetten. En dus dat ik een dag niet kwam opdagen was al nummer 5 zo ongeveer. Dus ze hadden, zonder dat het ze een cent had gekost, hadden ze mij op straat kunnen zetten. En ja, dat is best bijzonder dat je gewoon de kans krijgt om het aan te pakken. En ja, dus ik kon, en met hun ondersteuning, zeg maar, ik moest het natuurlijk wel zelf betalen, maar hè, de mentale support dat ik naar een kliniek kon gaan. In de wetenschap dat ik terug kon komen en dat ik gewoon werk had. Nou, dat is de meeste verslaafden, de meeste alcoholisten en junks niet gegeven. Nee. Dus dat is absoluut heel bijzonder. Want je vertelde net ook dat je flink in de schulden zat. Ja. Is dat... Dat is nog wel... Ik vertelde al, er zijn meer crisismomenten wel geweest, maar dat was ook in... Een heel groot crisismoment in 2008. Toen ik vertelde dat ik die enveloppen niet openmaakte. En die bewaarde ik wel allemaal. Met het idee, als ik de loterij win of wat dan ook, ga ik het allemaal betalen. Dat was mijn gameplan. Ja. En dan ga ik het allemaal betalen. En dat deed ik uiteraard niet. Maar toen was ik op een punt gekomen. Toen heb ik ook een halfslachtige, maar wel een zelfmoordpoging gedaan. En daarmee kwam wel aan het licht van, hey, er is allemaal shit aan de hand hier. Dus weet je wel, mijn vriendin wist dat toen ook. Ook van al die schulden. Arie en eigenlijk ook mijn ouders. En dat lucht wel heel erg op. Maar ja, ondertussen zat ik wel met een loonbeslag. Dus alles wat er binnenkwam, dat moest meteen naar de schuldeisers. En daarachter stond nog een loonbeslag klaar. En ik had zo'n vermoeden dat er nog wel een paar aan gingen komen. Dus ik was jaren daar nog wel mee bezig. En toen had ik bedacht, ik ga me inschrijven voor quizjes. TV-quizzen. En wonder boven wonder kwam ik er ook nog in eentje terecht. En daar heb ik toen... zo'n 33.000 euro gewonnen. En na aftrek van belasting 23.000 nog wat kreeg ik gewoon op mijn bankrekening. Dus de meeste van de schulden die ik had, die kon ik toen gewoon aflossen. En belasting, zorgverzekering, de direct opeisbare schuld van Duo, kon ik allemaal wegpoetsen. Dus... Ik had al een keer een wonderbaarlijke ontsnapping gepoeld. Maar in 2011 begon dat gewoon. Eigenlijk kwam ik weer in hetzelfde soort probleem terecht. Ja, weet je, zeker koken is een dure hobby. Dus dat gaat een keer weer mis. En dat begon toen ook weer te ontstaan. En ik had toen het idee... Weet je wel, toen ik die crisis was geweest, had ik ook afgesproken. Ik ga een half jaar niet drinken en ik ga hulp zoeken. En ja, het grote verschil was dat ik toen helemaal niet intrinsiek gemotiveerd was. Het was gewoon, eigenlijk, ik zeg dat. En ik ben toen ook wel in therapie geweest en zo. Maar ik wilde het helemaal niet hebben over mijn verslaving. Want ik vond dat ik dat niet was. En kijk maar, ik drink al 3 weken niet, weet je wel. Dat idee. En zodra ik dat geld had gekregen, ben ik ook gewoon meteen weer full pool gaan drinken. En sterker nog, het weekend dat ik het geld had gekregen, meteen doorgehaald. En niet naar mijn werk geweest. Afbellen dat ik ziek was. Vriendin in rep en roer van, waar is hij? Dus het was wel duidelijk dat het niet aan het geld lag, ja. In ieder geval. Nee, je vertelt net, Klaas, het moment dat je echt serieus een zelfmoordpoging hebt gedaan. Was dat ook niet, ik ben benieuwd, vanuit je omgeving, je vertelde je vriendin die had het door, Ari had het door, wellicht je ouders. Ja. Was het voor je omgeving niet echt een moment van, oké, Klaas, tot hier en niet verder. Je komt maar bij ons thuis wonen, we hebben een schuur achter staan en daar gaan we voor je zorgen? Of? Zover niet.
Maar ik denk wel dat zij het idee hadden, omdat ik er op dat moment open naar hun over naar buiten trad. En dat ik ook wel een soort gameplan had van, weet je wel, ik ga nu... ik ben toen eerst naar Jelinek geweest en heb ik een zo'n cursus van 12 weken of zo gedaan. En aansluitend daarop groepstherapie. Dat ze echt wel het gevoel hadden van, oké, hij heeft deze crisis is geweest. En hij heeft ook nog de mazzel gehad dat hij dat geld heeft kunnen fixen. Dus ik denk dat er een beetje dat gevoel bij hen ook was van, hij heeft het toch wel op de rit. En ik zat ook niet in een kansloze situatie, weet je wel. Kijk, ik had gewoon op zich een prima baan. En daar was ik ook wel redelijk goed in. En dus op dat moment denk ik dat ze echt wel het vertrouwen hadden dat dat de goede kant op ging. En eigenlijk in die jaren daarna hebben ze er heel slecht zicht op gehad van hoe dat ging. Want ja, je wordt er als verslaafde, als alcoholist, best wel goed in om, die weet daar een beetje van, die weet daar een beetje van, om echt voortdurend aan informatiemanagement te doen. En te zorgen, mijn ouders woonden toen nog in Nijverdal, in Oost-Nederland. Dus als ik daarheen ging, ja, dan zag ik gewoon normaal uit en had ik niet zo'n kegel. En, dus ja, zij zagen van een afstandje, dat gaat best oké. En kijk, ergens voelden ze wel wat, maar niet op zo'n level dat ze zeiden van, kom op, we gaan nu ingrijpen. En ik weet van Arie, die heeft dat ook wel vaak verteld, van hij was ook wel bang om me daarmee te confronteren. Omdat hij gewoon bang was dat ik, weet je wel, dat ik gewoon af zou sluiten. En dat is een beetje wat ik ook wel deed. Dus het was wel mijn drinken, vooral, want de meeste mensen wisten van het drugsgebruik, wisten er al helemaal niks. Daar lag wel een soort mijnenveld omheen, van kom daar niet in de buurt, want ja, dan krijgen we ruzie. Dus dat beschermde ik, dat schermde ik ook wel af. Ja. Want hoe was jullie relatie toen destijds tussen jou en Arie? Ik bedoel, Arie is nu natuurlijk nog, laatste jaar nog veel meer, maar is een beetje als de gezondheidsgoeroe. Optimaal leven en dat soort dingen. En ik kan me voorstellen als je een broer hebt die in die situatie zit, dat het niet makkelijk is. Nee, makkelijk zeker niet. En weet je, we zagen elkaar denk ik één keer in de week, soms één keer in de 2 weken. Hij had natuurlijk gewoon een druk leven. En dat waren ook niet de momenten dat ik heel erg aan het zuipen was of zo. Dus er was altijd wel zorg. En hij, ja, weet je, had natuurlijk ook liever gezien dat ik gewoon, ik wil ook gewoon lekker aan het sporten was en gezond leven en zo. Maar dat zat er toen helemaal niet in. En de keren dat we elkaar zagen, was het best oké. Het was in ieder geval niet dat ik doorgesnoven binnenkwam dus dat er heel duidelijk een aanleiding was om daarover te beginnen. Wel helemaal aan het eind hoor. Toen vlak voordat ik naar de kliniek ging, kan ik me nog herinneren dat ik toen een keer 2 nachten had doorgehaald. En toen met een vriend bij Arie langs kwam, waar ik achteraf van denk, wat moeten die hebben zien binnenkomen? Ja, goed, dat heeft hij achteraf ook allemaal wel verteld. Hoe reageerde hij toen? Ja, hij gewoon een beetje lachend zo van... niet geschrokken of zo. Tenminste, dat zag ik niet. En ja, Arie is dan zo van, nou, laten we eerst maar eens wat gaan eten. Weet je wel, die ging dan wat eten bestellen. En dan was ik op een gegeven moment ook weer weg. Maar dat zijn voor hem... zijn dat wel hele pijnlijke momenten geweest. Want ja, dan is het zo in your face. En mijn jongste broertje was toen in die periode... was net uit een kliniek ook. We hebben er nog één in de family. Dus Arie wist ook hoe het ook kon. Dat het wel anders kon, zeg maar. En mijn hele familie hoopte
dat ik ook me zou melden in zo'n kliniek. En ik hield zelf bij hoog en bij laag vol van nee, dat, weet je wel, zo'n soort probleem heb ik niet. Dat kon ik lang volhouden. Ja. Maar uiteindelijk maakte je wel die keuze om naar een kliniek te gaan. Ja. En toen ging je naar Zuid-Afrika. Ja. Ja, het beste wat me ooit gebeurd is. Eigenlijk het beste wat me ooit gebeurd is, is dat moment met die hoofdredacteur. Dat ik hardop zei, dit is volgens mij mijn probleem. En ik was altijd heel bang. Yo, ik heb natuurlijk in die tijd wel eens gedacht, van ik zal toch geen alcoholist zijn. En denk van, ja, jezus, als je dat bent, dan en iedereen weet dat. Ja, dat is het eind van je leven, klaar. En het is eigenlijk precies andersom geweest. En wat ik al zei, ik heb dat jongere broertje, die is net iets voor mij in zo'n kliniek geweest. Dus ik wist dat het bestond. En die was alsof hij erop had zitten wachten. Ik zei van, nou ziet ze, volgens mij moet ik ook maar eens een intakegesprek gaan doen. Dus stond hij als het ware al met een ronkende auto voor de deur. En hij heeft me daar toen heen gebracht. En ja, toen ging het heel erg snel. Ze weten ook van, ja, als iemand binnenkomt, dat moment, daar moet je ook gebruik van maken om het door te zetten. Dus ik liep daar naar buiten en toen stond zeg maar het ticket al in de reservering. En ik moest alleen het op mijn werk nog bespreken of het goed was als ik voor een x-periode weg zou zijn. Het ging om 3 maanden. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik had op woensdag daar een gesprek. En die dinsdag daarop checkte ik in de kliniek. En toen 2 dagen op de Veluwe detoxen. En toen donderdags gevlogen naar Zuid-Afrika voor een behandeling van 3 maanden. En dat heeft mijn leven totaal veranderd. Ja. Want hoe was dat toen? Je vertelde dat je ook een tijd in ontkenning zat van ja, het zou voor mij niet gelden, zover is het dan niet. Terwijl achteraf diep van binnen wist je eigenlijk dat het wel dat was. Hoe was het een moment dat je een soort van toegaf van wat je inderdaad je broertje opbelt van ja, oké, ziet ze, het is... Ja, die dagen, dat was echt enorme opluchting. Weet je wel, ik toen, nadat ik dat gesprek op mijn werk had gehad, ik heb echt volgens mij voor mijn gevoel dagenlang lopen janken ongeveer. En dus enorme opluchting. En toen ik wist van ik ga naar de kliniek en nog 1 weekend snaaiend hard uitgehaald. En ze zeggen dan, ze weten natuurlijk precies hoe het zal gaan, maar ze zeggen wel van doe nou een beetje rustig aan voordat je incheckt. En dat was, de hele kroeg wist dat ik, dat ik die week daarop in me zou laten inchecken. Dus die zullen ook allemaal gedacht hebben van ja, het is goed vriend. Ja. En maar voor mijzelf was het klaar helder. Ik denk, nee, dit weekend is het nog. En dan houden we ermee op. Ja, nu mag het nog. Ja, en ik weet je, ik kon dat helemaal niet weten. Of de meeste mensen die vallen terug, weet je wel. Dus dat is, bepaald geen succes gegarandeerd. Maar het was een enorme opluchting om dat zo uit te spreken. En toen ik die intake had en ik ging vertellen hoe mijn gebruiker dan uitzag. Ja, toen dacht ik ook wel van, ja, tering, het is ook niet best, weet je wel. Het is ook niet, het valt niet te ontkennen en het is ook niet, het valt ook niet mee. En al mijn excuses zijn gewoon op en dit is gewoon hoe het is. En als ik hiermee doorga, dan ga ik dood en blijf ik sowieso doodongelukkig. Dus ja, dat scheelde enorm. En toen ik in de kliniek kwam, en ik hoorde daar verhalen van andere mensen. Ja, toen maakte ik me ook geen illusies meer dat ik daar niet hoorde, zeg maar. Dat was ook wel vrij duidelijk. Dus dus die periode, dat voelde gewoon als een enorme opluchting. En het was heel erg fijn ook dat ik naar Zuid-Afrika kon. En gewoon ook even om gewoon echt weg te zijn, echt afstand te nemen van mijn leven hier. En voor mijn gevoel echt aan iets nieuws te kunnen beginnen.
Had je dat gelijk het gevoel? Want je zegt ook wel eens, ja, er zijn wel eens mensen die terugvallen. Of ja. Had je gelijk echt zo'n gevoel van, hey, ik ga daarheen, ik ga een nieuw leven starten en ik kom als een beter mens terug? Ja, weet je wel, terwijl dat op dat moment totaal niet realistisch was om te denken. Maar ik had wel echt het gevoel van, oké, maar ik ga het nu ga ik het echt anders doen. En ik ben die kliniek ook ingegaan, ook met het idee van, ik zat vol met schuld en schaamte. Weet je wel, wat een puinhoop ik ervan had gemaakt en dat mijn leven mislukt was. En weet je wel, en dat ik tegen mensen had gelogen en bedrogen. En dus ja, genoeg zelfhaat, zeg maar. En maar ik besloot ook van, ik ga hier alles op tafel gooien. Wat ze doen, wat ze vragen, dat doe ik. En dat, ja, weet je, genoeg remmingen moeten overwinnen om therapeutisch te dansen en te trommelen en in groepsgesprekken echt alles te vertellen. En, maar ik dacht echt van, ik moet dat doen. Ik had echt, ja, ik weet niet waar ik dat vandaan had, maar ik was echt op een missie wat dat betreft. Echt om, ja, gewoon vastberaden om te pakken wat ik omschrijf het wel eens, die reddingsboei die werd gegooid. Van dacht ik ook van, ja, die moet ik niet missen. Die moet ik nu pakken en ook niet loslaten. Dus ik heb echt als het braafste jongetje van de klas heb ik me gedragen in die kliniek. En gewoon, alles aangepakt eigenlijk. Ja. En er was een moment dat je in de ochtend opstond en je dacht, ik ga een stukje hardlopen. Ja, ik kwam de eerste ochtend. Mocht je als nieuwe patiënt, moest je eerst een paar dagen binnen blijven. Maar zat ik in de ontbijtzaal en er kwamen een paar mensen. Die kwamen binnen en die hadden hard gelopen. En dat zag er zo fris en krachtig uit. Dat ik ook dacht van, ja, dat moet ik ook gaan doen. Gewoon ook fysiek iets in beweging zetten. Ik was in de jaren daarvoor wel af en aan vaak met Arie naar een gym geweest. En, maar dat, weet je wel, dat had nooit echt gepakt. En dacht ik daar van, ja, ik heb sportschoenen bij me. Dus laat ik dat gewoon gaan doen. En ook, ja, ook met zo'n soort vastberadenheid. Van, ik ga om de dag ga ik lopen. Dus elke keer een dagje rust ertussen kan waarschijnlijk geen kwaad. En dat ben ik gaan doen. En ja, daar ben ik eigenlijk nooit mee opgehaald. 10 jaar later nog steeds niet. Want hoe was die eerste keer, Klaas? Was het gelijk van, wat gebeurt hier? Of kotsen. Ja. Ja, kotsen. Nou, net niet. Maar ik ging natuurlijk te hard weg. En ze hadden me een beetje uitgelegd waar je dan heen kon lopen. Nou, we zaten vlakbij het strand in Zuid-Afrika. Dus ja, dat is al geweldig. Maar ja, ik had geen idee van tempo of wat dan ook. En ik was echt niet in een goede conditie. Was het ook niet een beetje wat je van je lichaam moest verwachten überhaupt? Ik bedoel, die periode daarvoor was het natuurlijk ook wel heftig geweest, stel je net. Ja, daarom. Ja. Dus die eerste 200 meter denk je, all right. En dan heel snel loop je benen vol en ja. Loop je te haperen. En je moest een trappetje af, een stukje mulzand voordat je bij de kustlijn was. En vooral de weg terug, weer dat mulle zand over en dat trappetje. Dat was het eerste bijna kotsmoment. En toen nog het laatste stukje naar de kliniek terug. En toen stond ik daar weer te kokhalzen op de parkeerplaats bij de kliniek. Dus ja, dat was in die zin niet lekker of zo. Maar ja, wel dat ik dacht van, hey, dit is een beginnetje. En ja, kijk, als de eerste keer belabberd gaat, dan heb je wel meteen een duidelijk doel voor ogen, zeg maar. En ja, dat ging eigenlijk met elke keer dat ik het deed, weet je wel, ging datzelfde stukje ging op een gegeven moment iets makkelijker en nou, op een gegeven moment ietsje verder. En zo ging ik dat, bleef ik dat doen. En het mooie daarvan was, ik moest vroeg opstaan, omdat om 7:30 begon het programma. En dan moest je wel gedoucht en klaar zijn. Dus ik moest iets voor 6:00 zeg maar dan opstaan om te kunnen gaan hardlopen. En dat gegeven, dat je dat aan jezelf bewijst dat je dat doet, dat werkt ook gewoon heel erg krachtig. En dat hielp best
Ja, dat heeft echt geholpen in dat proces van weer een beetje respect voor jezelf krijgen. En jezelf laten zien dat je, ja, wat je waard bent eigenlijk. Ja. Op een hele basale, zeg maar, fysieke manier. En dat, ik geloof wel dat hardlopen, zeker in die zin, in die eerste dagen echt wel cruciaal ook is geweest. En gaf dat ook een soort van houvast slash, want ik kan me voorstellen, volgens mij in zo'n kliniek heb daar wel eens iets over gelezen, dat inderdaad de structuur is heel vast, bepaalde gewoontes, bepaalde routines, dat het hardlopen ook een soort van houvast was van oké, inderdaad, om de dag ga ik daarmee bezig. Ik ging echt heel goed op die routine in die kliniek, dus alles had zijn tijd, alles had zijn ritme en daar voegde ik zelf dat hardlopen aan toe. Dus weet je wel, ik wist precies hoe laat ik moest opstaan, dat mijn spullen klaar moesten liggen. Doordat ik gewoon voelde van wat een rust dat gaf om dat op die manier te doen, nam ik mezelf ook heel erg voor, als ik straks terug in Amsterdam ben, ga ik dit gewoon precies zo doen. Weet je wel, ik heb de eerste maanden, maakte ik zelfs hetzelfde ontbijt klaar als in die kliniek. Zat het een grote schaal met gesneden fruit. Oh ja. En die stond daar altijd. Dat ging ik ook doen. En op zich, weet je, best aandoenlijk voor een man van 37. Maar ik geloofde echt, ik moet gewoon al die dingen, als ik straks terug ben, want dat is het grote gevaar natuurlijk, weet je wel, als je het zelf moet doen. Die wil ik diezelfde routines erin houden. En dat gaat me redden. En dat is ook wat ik gedaan heb. En toen ik terugkwam, ik had het geluk dat ik heb toen 4 maanden bij Arie gelogeerd. Die had mijn jongere broertje trouwens ook al maanden in huis gehad. Die was een soort halfway house voor afkikkende verslaven. Ik kon er wel heel erg mijn eigen gang gaan. Dus al die dingetjes, die hield ik daar allemaal hetzelfde. En ook het sporten. Ja. Dus, Hoe was het toen weer om terug naar Nederland te gaan? Was het echt een soort van bevrijding? Van jongens, kijk de Klaas die nu terugkomt? Ja. Of? Nee, ik vond het heel best beangstigend, eerlijk gezegd. Weet je wel, je zit in een kliniek natuurlijk in 100% beschermde omgeving. En ik wist, ik kom straks terug. Ik moet een huis zien te verkopen in een op dat moment best wel slechte markt. En dus dat gaat heel veel geld kosten. Ik hing een rechtszaak boven mijn hoofd. Ik moest een cursus, de educatieve maatregel alcohol, moest ik volgen. Allemaal vervelende shit die gedaan moest worden. Een nieuwe woonruimte vinden. Dus ik dacht echt van, er ligt van alles op de loer. Dus ik vond dat best beangstigend, maar... Ja, omdat ik wel een plan had. En dat weet je wel, dat leren ze je ook in de kliniek. Je gaat echt voor de eerste 2 weken maak je echt een plan van bijna uur tot uur. Hoe je dagen er gaan uitzien. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik had natuurlijk het geluk dat ik mijn werk had. Dus het was 's ochtends vroeg opstaan, mediteren of naar een meeting van anonieme alcoholisten. En werken. Sporten ervoor of daarna. Dus al die stapjes, al die dingen, die had ik. Ik had ook gewoon echt voor ogen, als ik dat allemaal zo blijf doen, stapsgewijs, dan regel ik al die shit. Dan komen die dingen allemaal goed. Vervelende dingen opschrijven. Hoe laat ga ik dat telefoontje plegen? En op die manier ging ik dat doen. En dus die structuur en sport speelt daarin gewoon een hele belangrijke rol. Want dat geeft je, als we het over levenskracht hebben, dan is dat wel echt een hele belangrijke brandstofcomponent, zeg maar. Om gewoon fysiek ook de kracht te hebben. En wat voor mij eigenlijk minstens zo belangrijk is van sport, is het mentale aspect. Want die term levenskracht, wat als je die, ik zie die berichtje, Klaas, podcast levenskracht. Die term levenskracht, wat betekent die voor jou? De energie om uit je leven te halen wat je eruit wil halen. En
Ja, dus een levenskracht is denk ik dat je ook op momenten dat je eigenlijk het liefst op de bank gaat liggen Netflixen, dat je dan toch weet, omdat je er is een doel en dat je de energie kan opbrengen om de stappen te zetten die nodig zijn. Ik geloof dat het is. En dat is, dan heb ik het over energie en ook een soort fysieke component, maar ja, minstens zo belangrijk is het spirituele aspect daarvan. Weet je wel? Ik geloof wel in een soort groter iets. Ik ben niet christelijk of zo, maar wel in een, ja, in een soort universele kracht die er is. Waar je kracht aan kan ontlenen, zeg maar. En dat hoort bij mij bij dat hele gebeuren. Dus ik geloof dat ieder mens uiteindelijk voorbestemd is om iets moois van zijn leven te maken. En ja, een levenskracht is de kracht die jou dat laat doen. En hoe breng je dat zelf in de praktijk? Ik vind het wel mooi te zeggen, die grote spirituele kracht, dat je daarmee in verbinding staat. Of ja. Hoe zorg jij nu dat je daar zelf mee in verbinding staat? Nou, wat ik iedere ochtend en iedere avond, ik begin de dag met dat ik gewoon in mezelf uitspreek, bedankt voor een nieuwe dag. En mag ik de kracht en inspiratie om er iets moois van te maken. En ik eindig iedere dag met bedankt dat ik vandaag dat vandaag een dag zonder drank en drugs was. Bedankt dat ik vandaag clean en nuchter was. Dus zo begin en sluit ik mijn dag af. En tegen wie of wat ik het heb, ik heb geen idee. Noem het maar de force. Dat doe ik om mezelf op dat pad te houden. En tegenwoordig ook meditatie. Dat zie ik ook wel als een soort, ja, je doet het natuurlijk ook voor jezelf, maar het is ook wel een manier om gewoon te connecten met het hogere of met je medemens. En dat zijn dingen waarin ik dat doe. En ook wel me bezighouden met andere verslaafden en alcoholisten. Ja, er komen natuurlijk steeds nieuwe mensen bij die willen stoppen. Of in ieder geval die wens hebben. En een onderdeel van mijn programma om clean en nuchter te worden en te blijven is ook dat je daarmee bezig gaat. Dus dat je open staat om een ander te helpen. En dat zie ik ook wel als een spiritueel iets. Want ik heb jou wel eens horen zeggen, verslaving is een spirituele ziekte. Ja. Ja, zo zie ik dat. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou ja, een spirituele ziekte in die zin, je voelt een leegte. Je voelt een gat. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat je of een periode hebt dat je het gewoon even niet ziet. Of in een soort sleur zit. Of heel erg de neiging hebt om bevestiging buiten jezelf te zoeken. In de vorm van aandacht. Bijvoorbeeld van mannen of vrouwen. Social media. Social media is een hele grote op dit moment natuurlijk. Of in snoepen of slecht eten. Weet je wel, dat komt vooruit een soort onrust of zo. Of een soort gevoel van leegte. Wat spiritualiteit voor mij is dat je die leegte probeert te vullen met iets van waarde. Dus dat kan het contact met de ander zijn, contact met mensen om je heen, of een contact met het hogere. En dat is het enige wat dat gat kan vullen, zeg maar. Niks van, niks van materie of aandacht kan dat vullen. En daarom een spirituele ziekte is, omdat je dat mist eigenlijk. Dus vandaar. Dus als ik het goed begrijp, je zegt spirituele ziekte omdat je een bepaalde iets mist. Een gat moet worden opgevuld. Ja. En eigenlijk een soort van korte de bocht oplossing is dat gat opvullen door middel van wat voor jou misschien het hardlopen was. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ja. Maar ja, alleen hardlopen, zeg maar, is ook, weet je wel, dat is niet genoeg om echt aan die behoefte te voldoen. Kijk, ik zie hardlopen bijvoorbeeld meer als een vorm van bidden. Of ook gewoon op een fysieke manier invulling aan mijn dagen geven. Ja, beetje sport als middel in plaats van de Olympische Spelen. Sport als doel, ja, sport precies. Als middel om
Ja. Ja. Dus in die zin een spirituele ziekte. Ja. Je hebt hij is van oorsprong Hongaars, geloof ik. Gábor Maté. Die heeft daar ook hele interessante dingen over verslaving geschreven en uitgewerkt. En ook, hij heeft het ook veel over het, weet je, het ontbreken van echte verbinding. En dat verbinding is voor mij een beetje een soort keyword als het over spiritualiteit gaat. Dus dat hoeft echt niet alleen maar van hier naar boven te zijn, maar dat gaat ook gewoon je connecties om je heen. En het is interessante materie, ja. Ook. Want ik hoorde jou ook zeggen in een podcast, die ik vind altijd leuk om een beetje dingen voor te bereiden, maar jij, ik heb het letterlijk gequote, het spirituele is wat mij nuchter houdt. Ja. En ik vond het zo mooi om te horen. Ja. Want voor mij, ik dacht in eerste instantie wat me nuchter houdt is meer down to earth. Maar toen ging ik er lang. Voor jou is het natuurlijk een beetje misschien nuchter down to earth, maar ook nuchter natuurlijk in de letterlijke zin van het woord. Dat is inderdaad precies wat het is. Kijk, we zijn, ik kan niet voor je. Je hoort wel eens als het over spiritualiteit gaat of over meditatie of over überhaupt bezig zijn met iets wat de aarde ontstijgt. En dat zweverig is. En mijn visie daarop is van nee, als je die connectie niet hebt, dan zweef je juist, weet je wel. Ik zie spiritualiteit eigenlijk als iets heel aards. En het is niet voor niks dat het al, eigenlijk zolang er mensen zijn, is er een zoektocht in ieder geval naar wat er nog meer is. En naar iets wat ons bindt ook. En voor jou is het dan meer een soort van die meditatie, en dat is een soort van moment voor jou om ook naar die kracht toe. Ja, hoe dat precies, kijk, dat, ik vind het wel eens lastig om uit te leggen. Leg het even uit, Klaas. Maar die momenten van verstilling, die heb ik wel echt nodig. Het is heel makkelijk om je bed uit te komen en te verzanden meteen in, tegenwoordig natuurlijk met telefoon. Ik heb die neiging zelf ook om toch even snel te kijken of er nog nieuws is, bijvoorbeeld. Dat is nog een tik die ik uit mijn werktijd over heb gehaald. Maar ook en dan voor je het weet zit je toch even Instagram te scrollen En je dag begint, weet je wel. Dus je bent eigenlijk meteen in een soort hamstermodus, een hamster in een wieltje. En die momenten pakken om juist even de verstilling op te zoeken. Als ik nu ga zitten en mediteren, dan is het eerst, weet je wel, is het echt een soort volière van vogels die het keer gaat. En dan heel langzaam. Weet je wel, dan komt er gewoon die wel verstilling en is er alleen maar ademhaling. Tenminste, voor even dan. En die momenten, ja, dat vind ik wel heel belangrijk om dat te doen. En voor mijn gevoel zijn dat ook de momenten van connectie met iets hogers. En hoe dat dan, weet je wel, hoe dat mij precies nuchter houdt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat sinds ik er mee bezig ben gegaan, sinds ik er naar op zoek ben gegaan in de kliniek, het was best wel een dingetje. Helpt me dat wel? Ik ben opgevoed in een domineesgezin. En ik denk dat ik een jaar of 21 was toen ik besloot van ja, ik geloof dit allemaal niet. En God bestaat niet. Dus de Bijbel is allemaal verzinsel van mensen. Dus toen ik in de kliniek kwam en ze zeiden van nou, het is goed om op zoek te gaan naar een hogere macht. Dacht ik van ja, hallo. Dus, maar toen, ik ben daar wel, oké, ik zou alles doen, dus ook dit. En toen ben ik ook weer gaan bidden. Maar toen was bidden niet meer gewoon wat ik vroeger had geleerd, een gebedje opzeggen. Maar gewoon een manier om mijn gedachten te ordenen en uit te spreken naar het universum, weet je wel. En dat bleek gewoon heel goed te werken eigenlijk. Je kan 's avonds een lijstje maken, een dankbaarheidslijstje of wat dan ook. Maar op die manier de oude vorm van het bidden inzetten, ja, dat werkt ook gewoon hartstikke goed, bleek. Ja, ik denk sowieso bidden en meditatieve dingen doen hebben sowieso heel veel gelijkenissen, denk ik. Ja,
Ja, absoluut. Ja. Kijk, het zijn hele oude vormen. En die mag je in 2022 best op een nieuwe manier inzetten. Maar ja, de waarde, ja, die is er nog wel altijd. Gewoon even die verstilling zoeken. En ja, je even je gedachten laten zakken, zeg maar. Ik denk dat dat... Ook al geloof je totaal niet in iets hogers of wat dan ook. Dan zijn dat toch dingen die je... Gewoon skills die je heel erg kunnen helpen in je dagelijks leven. Ja, ja, mooi. Want je bent nu ben je heel veel met hardlopen bezig. Ja. Nou, ik vertel ook, mijn vriendin heeft regelmatig bij jou de lessen gevolgd bij Vondeltje. Ja. Dus, leuk. Hoeveel marathons heb je nu gerend? 24 heb ik nu gelopen, ja. Vet. 6 maart wordt de 25ste. Ja. Welke ga je doen? Malta. Ja. Dus via, ik werk voor ProRun, dat is een hardloopwebsite. En daar werden we uitgenodigd om mee te doen. Dus super goede gig. En dus die ga ik lopen. En dan 10 april Rotterdam. En dan 24 april Enschede ook nog. Dus ik heb weer een setje voor de boeg. Ja. En Klaas, zijn er bepaalde mensen of inspiraties in jouw leven die maken dat de dingen die jij vandaag de dag doet, of wellicht in het verhaal wat je straks vertelt, die zeggen van ja, dat zijn echt voorbeelden of inspiratiebronnen in mijn leven geweest die echt maken wie ik vandaag de dag ben? Ja, mijn ouders sowieso. Die altijd heel... Kijk, mijn ouders hebben wel eens de kritiek gehad van andere ouders. Van, zijn jullie niet veel te lief voor die jongens en te vergevend voor mij. Maar ook voor Arie. Arie was ook niet bepaald makkelijk vroeger. Ook voor mijn jongere broertje. Die en in een gevangenis heeft gezeten en in een afkeerkliniek. Maar zij zijn altijd dichtbij gebleven. En ik ben ervan overtuigd dat er ook voor heeft gezorgd dat wij... ook al waren we even weggedreven, ook weer konden aanhaken en een thuisbasis hadden, zeg maar. Dus de manier waarop zij dat gedaan hebben, die, weet je wel, zo grootmoedig in de liefde zijn, dat vind ik wel echt een groot voorbeeld. Want je vertelde dat je vader, die was dominee. Ja. Hoe was dat dan met twee zoons die allebei in de kliniek... Ja. Nou ja, dat, weet je, dat bleek voor hem, bleek dat eigenlijk gewoon geen punt. Weet je, dat zag ik gewoon aan hem. Dat ook toen met mijn broertje heel slecht ging in zijn tienerjaren. Het allerbelangrijkste voor hem was dat wij gelukkig waren. En dat betekent niet dat hij nooit streng kon zijn of zo, want dat was hij wel degelijk. Maar dat was gewoon, daar moest alles voor wijken. En dat vind ik tot op de dag van vandaag, vind ik dat echt heel inspirerend en mooi. En dus die, en ook wel mijn vrouw, die is schrijver en die heeft ook gewoon buiten het vakmatige, heeft ze heel veel aan het schrijven. En die, ik heb zoiets van, als ik nog maar 20 minuten de tijd heb, dan ga ik niet achter mijn laptop zitten om even een stukje te schrijven. En zij pakt altijd... ook dat soort momenten. En dat vind ik een heel mooi... dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik wel eens geneigd ben te denken... als ik niet een uur eraan kan besteden... heeft het geen zin. En zij, en Arie is daar trouwens ook heel goed in... zijn heel goed om die momenten wel te pakken. Weet je wel, Arie heeft het bijvoorbeeld met... dan doet hij even 50 air squats. Ja. Ja, dat is, voor sommige mensen vinden dat koddig of raar. Ik denk, ja, dat is hoe je shit gedaan krijgt. Ja. Door ook die 20 minuten, die kwartiertjes, die dingen te pakken. En en dan zijn er ook nog allerlei helden op sportgebied die de meeste mensen waarschijnlijk niet kennen. Maar nou, voor mij is Scott Jurek. Die heeft een heel mooi boek geschreven, Eat and Run. Over zijn transitie van een echt hardcore Amerikaanse fastfood diet naar plant-based eten. En terwijl die in die transitie zat, liep hij echt de meest bizarre wedstrijden over
170 kilometer of 200 kilometer door Death Valley. En dat soort races. En die weet hij heel mooi te beschrijven in dat boek Eat and Run. Echt een aanrader. Dus dat de manier waarop hij in het leven staat. De manier waarop hij zijn idealen koppelt aan zijn sport. Dat vind ik heel, heel inspirerend. Mooi. En dan op sportief gebied Eliud Kipchoge. De grote marathonloper. Ja. En het is mooi als je zo gek bent van die sport, iemand aan het werk te zien waarvan je gewoon weet, het gaat zeker nog 50 jaar duren voordat er weer zo iemand opstaat. En wij maken hem nu mee. Dus dat vind ik mooi. Ja, ik vind wel dat een mooi, gewoon zijn hele gezichtsuitdrukking. Ja. Gewoon zo'n lief gezicht. Ja. Die zal echt geen, doet geen vlieg kwaad volgens mij. Maar... Nee, ja, of het is echt heel zorgvuldig buiten beeld gehouden. Ja. Maar, weet je wel, ik hoorde onlangs Abdi Nagee, de Nederlandse loper, die met hem veel in het trainingskamp heeft gezeten. Dat ze hebben daar gewoon een schoonmaakrooster. En hoewel hij ja, echt the greatest of all time is, ja, pakt hij gewoon ook de trekker en de dweil en moet ook gewoon de play schoonmaken. En, ja. En dat doet hij allemaal omdat hij gelooft van ja, dit is ook wat mij goed maakt. Dus dat vind ik, qua nou, zijn prestaties zijn off the wall, maar ook die instelling is, vind ik mooi. Mooi. Hey Klaas, laatste vraag. Ja. Je bent nu volgens mij 11 jaar clean? 10 jaar. 10 jaar. 29 november was het 10 jaar. 10 jaar, oké. Okay. Wat nou als je als de Klaas van 10 jaar geleden hier binnenkomt lopen, of die, nou, je loopt naar buiten op de Rapenburgstraat, ja. En daar loopt hij. Ja. Wat is het advies wat je hem zou geven? Wat zou je tegen hem zeggen als je nu met de kennis van hoe je nu hier zit en de ervaring die je hebt opgedaan? Dat ik zou hem vertellen dat het wel anders kan. En dat zelfs leuker is. Ik had geen idee hoe mensen zouden leven als ze niet dronken. Dat kende ik gewoon niet. En ik geloofde ook niet dat ik dat voor mij weggelegd was, zo'n soort leven. Maar ja, weet je, tegelijkertijd denk ik, al die domme dingen, al die shit, dat heeft gewoon helaas, want ja, helaas ook omdat andere mensen daar ook schade van hebben gehad, behalve ikzelf, heeft dat wel moeten plaatsvinden voordat ik kon zijn waar ik nu ben. Gelukkig en gezond. Dus dat is altijd het dubbele aan zo'n vraag. Maar die wetenschap, ook voor mensen die luisteren, die iemand kennen, die worstelt met drank- of drugsproblematiek. Het kan wel anders. En er zijn allemaal mensen die je daarmee gratis ook kunnen helpen. Dus ja. Jij bent daar één van. Ik ben daar zeker één van, ja. Mooi dat je dat zo kan doorgeven. Ja. De ervaring wat je zelf hebt. En als mensen, niet per se voor dat, maar überhaupt of zeggen van ja, contact met jou willen opnemen. Ja. Ik denk dat verhaal van Klaas, dat je hebt ook een boek. Ja, mijn boek Ren voor je leven is eind november, eigenlijk rond mijn 10e soberversary, is dat opnieuw uitgebracht. En verkrijgbaar via Mystical Miles. En, maar goed, als je Ren voor je leven googelt, dan kom je het tegen. En dan, daar staat mijn verhaal van mijn verslaving eigenlijk vrij kort. En dan heel lang over hoe ik het anders ben gaan doen en wat voor rol hardlopen daarin speelt. Is het ook eigenlijk een boek voor mensen die wellicht met verslaving kampen, op een soort van hoe het ook kan? Ja, dat kan, zo kan het zeker werken. Ja, absoluut. En, of als je, weet je wel, als je dat in je omgeving hebt om misschien een beetje inzicht te krijgen in de denkwereld van iemand die in die positie zit. Krijg ik ook wel eens terug dat wel kan helpen. En ik hoop dat mensen die het boek lezen gewoon heel veel zin krijgen om lekker te gaan hardlopen. Ja, dat ja, ook. Ja. Top Klaas. Leuk dankjewel. Gesprek. Dankjewel. Ja, vond het leuk dat je er was. Bedankt voor het verhaal. Graag gedaan. Mijn vriendin die komt denk ik regelmatig weer langs in de hardlooplessen. Ja, maar, mooi. Ja. Wanneer doe je ze bij Vonder Gym? Geef je nog veel les? Ja, dinsdag straks. Dinsdagavond, 6:30.
Is lekker weer. Het hoort een beetje bij. Ja. Donderdagochtend van 7 tot 8. En zaterdagochtend van 10 tot 11. Allemaal hier in Oost op het moment. Ja. We houden het in de gaten. Doe dat. Dankjewel, Klaas. Graag gedaan.